Hallo en welkom bij deze gloednieuwe vlog op mijn kanaal, goeie meisjes. Vandaag heb ik het hebben over een heel erg kleine mini-vlog, zou ik wel al zeggen. Ik weet niet hoe lang deze vlog eigenlijk gaat duren. Oké, mijn GTA is bijna opgestart. En ja, ik krijg natuurlijk alweer een ander beeld dan anders. Omdat ik soms wel eens een keer ook al andere games op mijn andere PlayStation ook al wil spelen. Nou ja, laten we direct even gaan beginnen met deze vlog. Nu denken jullie van, je kan toch nog wel op je PlayStation? Eigenlijk wel. Maar dan eigenlijk wel op een andere PlayStation. Dus dat is eigenlijk wel een heel goed voordeel, maar ook weer een nadeel. Want ik heb eigenlijk 4 jaar aan een stuk eigenlijk op deze PlayStation 4 eigenlijk alweer gespeeld. En ik weet niet dat jullie het goed die muziek alweer kunnen horen. Ik weet niet dat jullie het goed hebben gehoord, ja of nee. Maar goed, laten we even overschakelen naar het andere beeld. Wat dat we ja, misschien vandaag slash morgen alweer kunnen uploaden. Op mijn YouTube-kanaal, op mijn echte YouTube-kanaal. Goed, laten we overschakelen. Oké, jongens, we hebben nou weer hier Michael's auto. Die heb ik eergisteren misschien al gelokt. En we zijn nou bij de L hier al. En daar is alweer de M. Dus ja, dat is alweer het goed voordeel. Wat dat we alweer strak kunnen gaan spelen. En die missie ga ik dus ook strak alweer kunnen gaan spelen. Voor misschien strak op mijn YouTube-kanaal. Soms krijg ik ook nog niet eens echt uit mijn woorden. Maar maakt niet zo even uit. Nou ja, ik ga straks misschien ook wel in het bos terug ook een filmpje ook gaan maken. Dan komt die misschien ook weer morgen online. Ik weet niet zeker, maar ja, dit is alweer alle uitleg over mijn andere ja, YouTube-kanaal eigenlijk. Wat ik allemaal kan doen. Als ik ooit eens een keer een video moet maken, maar dat gaat wel met deze telefoon helaas wel moeten. Als ik ooit eens een video ook moet maken over gewoon hoe dat ik eigenlijk met mijn YouTube-kanaal ooit is begonnen. Laat het gewoon even weten in de reacties, zou ik gewoon zeggen. En als ik ooit eens een Nederlandstalige video ook moet maken op mijn andere YouTube-kanaal, dan gaat het ook met deze telefoon ook wel gaan. Laat het hieronder weten in de reacties, zou ik gewoon zeggen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video weer. Bye mensen, bye!